financiële sector staat vanop big data ervoor om nu de stap te maken van pilot, van verkenningen naar echt daadwerkelijke toepassing, het gaan doen. Ik denk dat er twee actualiteiten zijn van hoe gaan we de beleving van de consument pakken, van met mobile devices, zeg maar, de zodanige diensten aanbieden, gevoed door allerlei datasets, om perfecte financiële diensten aan te kunnen bieden. Ik denk dat de echt een big data toepassing erbij wat minder, maar wat er wel een samensmelting, wat er achter Bitcoin gebeurt, het protocol blockchain, waarin je eigenlijk transacties uit kan voeren door voor het hele internet gebruik te kunnen maken, geen derde persoon meer nodig hebben. En de samensmelting met big data toepassingen zal een interessant samenspel zijn waar je naar moet kijken als financiële sector. Nou, data science is natuurlijk nodig om de data die er is te kunnen verkennen. Daar kan je heel ingewikkeld over doen en het woord science noemen, maar ik zie het gewoon als hard werken. En 80% van het werk is toch het vergaren van alle data die er rondwaart. En 20% van het werk is die hele creatieve super analyse die je zou moeten doen. Dus hard werken is eigenlijk het belangrijkste. Ik denk dat de toepassen van big data voor de financiële sector natuurlijk belangrijk is, omdat dat extra inzichten geeft waardoor je nieuwe diensten, gepersonaliseerde diensten zou kunnen doen. Een ander belangrijk aspect is dat ik van elkaar kan leren. Ik ontmoet elkaars collega's en ben weer op de hoogte van de nieuwste zaken op dit gebied te spelen.